knieën nog echt voor God. Ze houden mijn hoofd naar beneden voor God. Ik zit niet terug in de kerk, je weet toch? Mijn andere broers waren oud genoeg. Die dachten, fuck, maar ik was aan het huilen. Elke week weer, komt hij niet. Komt hij wel of komt hij niet? En hij komt niet. Als hij dan komt, ik vroeg hem iets, zegt hij, ja, ik heb het niet. Maar als ik dan bij hem gelogeerd zag dat die andere kinderen alles hadden. Het zijn van die kleine dingen waar ik mee ben opgegroeid, wat mij gewoon veel pijn heeft gedaan, wat mij heeft gemaakt, wat mij heeft gevormd. Waardoor ik heel veel haat had en heel veel pijn en heel veel emoties, wat ik geen plek kon geven. Yo, what up, je kijkt naar de eerste podcast van Nando Leaks. Mijn naam is Campy, a.k.a. Mr. Strati Blues. Ik zing de blues op de hoek van de straat, zing de blues op de straat en ik breng het tot de plaats voor jullie. Kijk! What's up, welkom bij de allereerste podcast van Nando Leaks met de one and only Campy, my yes, brother. Yes, bless you. Good to see you, man. Yes. Good to see you, man. We gaan het over muziek hebben, sowieso. Mm-hmm. Gewoon wat je nog mee gaat droppen. Nieuw yes. album, nieuwe projecten, samenwerkingen. Mm-hmm. Maar we gaan het hebben over life, man. Real talk. In real talk wil ik gewoon het echte verhaal vertellen. Weet yes. toch? Uit jouw mond, zonder geëdit en dat soort gekke dingen. Mm-hmm. Laten we beginnen. Eerste episode, real talk. Het onderwerp waar iedereen nu over heeft. Campy heeft zich bekeerd tot de islam. Yes. Why? sorry. De mensen die me kennen weten dat ik me sowieso verdiepte in slavernij, al way back. En toen ik me ben verdiept in slavernij, kwam ik erachter dat veel Afrikanen eigenlijk moslim waren voordat ze überhaupt in Amerika kwamen of in Nederland of whatever. En toen ik erachter was gekomen, bleef het altijd bij. Weet je, het is altijd bijgebleven dat ik ik had een hele stevige band met die slavernij. Weet je, dat raakte me echt. En het is gewoon nooit uit mijn hoofd gegaan. Het is altijd gewoon bij me gebleven. Ook toen ik de roots keek en ik zag dat Kunta Kinte op die boot Allahu Akbar zei. Ik vond dat zo fascinerend. Ik schrok daar gewoon van. Ja. En het is me gewoon altijd bijgebleven. En het ging altijd in mijn hoofd knagen. Ik ging altijd mensen vragen van hoe zit dit, hoe zit het zo. Maar ik durfde de stappen niet te nemen omdat de media moslims heel slecht in het licht zetten, snap je? Het islam en zo, het geloof. Dat ik bijna bang ervan werd. Zo van, maar daar wil ik niet aan meedoen of zo, weet je? Maar hoe ouder je wordt, dan besef je dat de media ook heel veel verhalen gewoon draait. Of naar hun eigen, op hun eigen manier publiceert. En ik denk dat het geloof, zoals islam, gewoon puur is gewoon liefde. Is gewoon, net als ieder geloof, is gewoon liefde. Is gewoon puur, is schoon. De mens is niet perfect, maar islam is dat wel. Snap je? Ik bedoel, dus ja, vandaar gewoon, man. Ik moest die stap ondernemen, omdat ik zoiets had van, is hetzelfde als ik geadopteerd ben, als Antilliaanse jongen. En op mijn 18e kom ik erachter dat ik een Antilliaan ben. Ga ik dan nog Nederlander zijn of ga ik een Antilliaan zijn? Ja. Dan wil ik een Antilliaan zijn. Dat is gewoon eigenlijk een ja. idee. Dus op een gegeven moment vond je dat het tijd rijp was om je te bekeren. Hoe was het proces, zeg maar, naar het moment? Nou, ik was er al mee bezig, al een jaar geleden. En toen zei ik tegen mezelf, weet je wat, dan beginnen we met stop met varken eten. Dus dat was de eerste stap. En ben ik steeds meer vragen gaan stellen. En toen heb ik ook tegen mezelf gezegd van oké, eigenlijk wou ik voor nieuwjaar al bekeren. Is er niet van gekomen. Ik zal volgende maand trek naar Marokko. Ik zal daar gaan bekeren. Maar toen had ik eergisteren een filmpje gezien op internet. En dan zag ik een gehandicapte man helemaal naar de moskee kruipen. Gewoon helemaal naar de moskee. Helemaal op allerlei manoeuvres. Hij moest zich de trap optillen. Hij moest zich omdraaien om stappen te maken. Ik keek dat, ik schaamde me dood. Ik dacht, wauw, dus die man kruipt naar de moskee. En jij bent nog, je hebt vervoer, alles. Je bent niet naar de moskee gegaan om je gaan te bekeren. Ik zei, nee man, morgen word ik wakker en ga gewoon naar de moskee. Ik ga me bekeren. Dus dat eigenlijk, man. Ja, en dan kom je daar, voor de mensen die niet weten hoe dat gaat. Kun je een beetje een beeld schetsen van wat er dan gebeurt? Hoe... Het ging als volgt. Ik ben naar binnen gelopen samen met een vriend van mij, Faisal. En hij ging gewoon zeggen van ja, deze jongen wil graag bekeren. Hebben ze me gevraagd waarom, heb ik ze uitgelegd waarom. En ze waren gelijk enthousiast. Zeiden ja, is goed. Ik kom wel om 7 uur terug, want dan zijn er meerdere mensen. Dan kunnen we met z'n allen voor je bidden. Ja, ik vond het gewoon zo mooi. Ik dacht wauw, dat je dat gewoon gelijk voor mij wil doen. En dat je nog andere mensen erbij wil betrekken en dat soort dingen. Dat vond ik gewoon gelijk mooi. Dus ik ben weggegaan. Faisal heeft me geholpen op die manier van de islamitische manier, hoe je moest wassen en dat soort dingen. Heb ik dat gedaan, ben ik teruggegaan. Ben ik als eerste gewoon met hun samen in gebed gegaan, gewoon meedoen. Al wist ik niks, was die voorzitter van de moskee was daar. Hij ging me uitleggen welke stap ik moest ondernemen, moest hem nadoen, dat heb ik gewoon gedaan. Vervolgens werd ik naar voren geroepen en moest ik herhalen wat hun zeiden. Dat moest je die eed afleggen, zeg maar. En dat heb ik gedaan en daarna kreeg ik zoveel liefde van die mensen. Iedereen ging me gelijk feliciteren.
Ik voelde me gewoon gelijk gewoon goed. Ik dacht, dit is het gewoon. Zo moet het gewoon zijn. Ja. Was het een zoektocht, zeg maar, voor jezelf, zeg maar, qua geloof, zeg maar, al die jaren daarvoor? Want je zei van, je speelt al langer met het idee, maar was het een soort zoektocht of iets waar je, wat je graag wilde, maar wat je niet echt begreep? En... Ja, er waren heel veel dingen die ik niet begreep. Omdat het gewoon door de media kwam, toch? Dus ik begreep niet waarom mensen vaak geweld gebruikten in de naam van het geloof. Ik begreep heel veel punten niet, maar met de tijd mee ben ik me gewoon een beetje gaan verdiepen. En zag ik dat helemaal niet, dat helemaal niet de kern is. Kijk, in het geloof gaat altijd door een bepaalde puriteit heen, toch? Vroeger deed je christenen hetzelfde ding, toch? Kruisentochten en zo. Mensen doodmaken die niet wel geloven in Jezus of whatever. Dus ik denk dat het gewoon evolutie is, toch? Dus, en met de tijd mee, dan wordt de islam ook wat rustiger. Gaan ze ook beseffen van, oké, dat is niet de manier van doen. En dan valt dat ook weg, dat negatieve gedeelte, snap je? Ja. Maar ik denk dat iedere geloof door een bepaalde fase heen gaat. En dan noem je dat een soort van een puberteit, want dan wordt iedereen een keer gek. Je moet, je moet, je moet, maar niks moet, want het geloof is niet moeten. Dus je moet willen, vanuit je hart, toch? Ja. En het had gewoon tijd nodig, ook voor mezelf, om te kijken welke stap ik wil ondernemen. Maar ik vond het altijd een mooi geloof. Ik vond het heel rein, omdat als ik naar de kerk ging bijvoorbeeld, als jonge jongen, als tiener, zat ik in de kerk en was het gemengd met jongens en meisjes. Dus dan was ik al gelijk naar meisjes aan het kijken. Dit en dat. Je oog is, je was niet eens gefocust op het woord van God. Ja. Je komt daar gewoon omdat je moeder zegt, je moet naar de zondagschool en dan ga je gewoon mee. En dan ga je daar spelen. Of dan werd ik wat ouder. Daar ging in de pauze weg, jonker roken met een mattie. Het was niet meer helder, het was niet schoon. Het was niet, en ik vind het gewoon mooi hoe moslims, voordat ze gaan bidden, ze maken zichzelf schoon. Ze knieën nog echt voor God. Ze houden hun hoofd naar beneden voor God. Ik zit niet terug in de kerk, weet je toch? Ja. En dan wil ik dat de kerk niet naar beneden praten. Maar ik vind het wel heel mooi. Ik vind het wel heel respectvol naar God. Ja. En dat is hoe ik, ook al maak ik heel veel fouten, mensen weten van mij, ik altijd een gelovig persoon ben. Je weet, ik ben heel gelovig en ik hou van God. Al maak ik fouten, ik hou van God, ik respecteer God. Ik weet dat God de wereld heeft gemaakt. Ik weet dat God mij zegent met talent. Dus ik vind het gewoon mooi dat ik op die manier dan mijn God kan aanbidden. Begrijp je? Ja. Dat eigenlijk, man. Want je hebt bijvoorbeeld heel veel mensen, want je post best wel veel op social media. Dat is jouw manier om met de fans te interact eigenlijk. Wat ik heel tof vind, want het is wel, ja, je bent wel één op één met je fans. Maar er zijn ook een hoop mensen die verontwaardigd, zeg maar, reageren en die niet enthousiast zijn. En die zeggen van, ja, maar het is publiciteitsstunt. Het is iets. Nee, maar dat doen ze niet zeggen. Dat moet je niet zeggen. Dat is heel disrespectvol om te zeggen. Dat is echt disrespectvol om te zeggen. Is ook niet moslim-like om te zeggen. Het is niet om aan jou om mij te oordelen. Dat mag niet eens als moslim iemand anders oordelen. Ja. Is niet nice om te zeggen. Dat wat ik voel en wat ik meemaak, ik kan sowieso niet veranderen voor de mens. Hoe zou ik veranderen voor de mens die me altijd naar beneden praat? Hoe kan ik veranderen voor de mens die mij nooit niet begrijpt? Hoe kan ik veranderen voor mensen? Dat kan niet. Dat zijn dezelfde mensen wat je al zegt. Als ik een beslissing wil maken voor, tussen mij en God, gaan ze me naar beneden praten. Hoe kan ik veranderen voor jullie? Jullie geven geen moer om mij. Het liefst praat jullie mij zwart. Dus hoe ga ik veranderen voor jullie? Ik kan niet veranderen voor jullie. In eerste instantie, toen ik moslim was geworden, hadden heel veel mensen mij naar beneden aan praten. Vieze aap, jij kan dat niet. Jij pedofiel, jij kankerlijer. Ik kan niet veranderen voor jullie. Ja. Niet, toch? Ik moet veranderen voor mezelf, voor God. Weet je, dat is bij mij het belangrijkste. Wat voor publiciteit stunt. Ik kan geen eed afleggen waar ik dat voor de rest van mijn leven aan moet houden. Mm-hmm. Voor andere mensen. Dat is raar. Dat moet je niet zeggen, dat is disrespectful. Mm-hmm. En want je hebt best wel veel meegemaakt. De rechtszaak, de mishandeling. Weet je, het lijkt bij jou, zeg maar, twee kanten op te gaan. Op de ene kant heb je, zeg ik vaak tegen mensen, briljante muzikant. One of the greatest rappers in the industry. Mensen moeten het beseffen, want het is echt zo. Mm-hmm. En daarnaast heb je, zeg maar, een andere kant die je steeds lijkt te trekken in het duisteren. Yeah. Denk je dat je door het vinden van geloof of, zeg maar, je weg, zeg maar, in de islam, dat je daardoor minder, zeg maar, zou toegeven aan de verleidingen van de straat of een andere mentaliteit? Ik denk dat het voor mij nu makkelijker is om scherp te blijven, aangezien heel de wereld naar mij kijkt. Mm-hmm. Als christen, niet verkeerd bedoeld, als christen kon ik met alles wegkomen. Niet eens verkeerd bedoeld, maar mensen kijken niet zo naar jou, snap je? Als moslim kan je niet iedere beweging maken die je wil maken, maar als mensen letten op jou. Islam is iets heel sterk voor moslims, begrijp je? Uh-huh. Dus hoe je het in de gaten houdt, houd je scherp. Het houdt je gewoon scherp. En ik wil ook gewoon scherp gehouden worden, omdat ik wil veranderen. Ik wil voor mezelf rust vinden in mijn leven. Ik wil verder gaan in mijn leven. Ik wil niet blijven hangen in situaties waar ik vroeger in heb gezeten. Nee, het maakt geen sens. Ik wil naar voren. Ja. Weet je, en om naar voren te gaan, zou je dingen moeten inleveren. En wat heb je nu moeten inleveren? Of wat moet je inleveren voor je nieuwe, ja,
way of life? Want wat heb je veranderd voor de mensen die nu, zeg maar, intunen en denken van oké, Campy is nu moslim. Wat is nu anders in je leven? Kijk, voor veel mensen die... Ik vind het gewoon moeilijk om... als moslim zijnde bepaalde stappen nog te nemen. Omdat het gewoon... moslims zijn gewoon heel serieus met hun ding, begrijp je? Mm-hmm. Heel anders dan... En ik wil niet eerder over christenen praten, want ik hou van iedereen. Ik ben christelijk opgevoed. Het is niet eens dat ik onderscheid wil maken in niks, maar het is gewoon puur van... De moslims zijn heel sterk met hun geloof. Weet je toch? Ze zijn heel sterk. Dus ze houden niet van als je bepaalde grapjes maakt of bepaalde fouten maakt, ga je erop aanspreken. Terwijl christenen doen het misschien ook, maar niet op die manier. Je weet toch? Maar jij werd, toen jij fouten maakte, ook door zowel christenen als niet-christenen aangesproken op je daden. Vond je dat zeg maar niet... Deed dat je minder dan wat het je nu zou doen als iemand uit de moslimgemeenschap je zou aanspreken op je daden? Het doet me niet minder, maar het is eigenlijk gewoon hetzelfde. Mm-hmm. Maar als christen zijnde, en wij leven in Nederland... Iemand kan gewoon openlijk op Instagram zeggen, fuck Jezus. En dan zijn er misschien 30, 40 mensen die zeggen, hey, wat is dit nou? Je kan niet zeggen, fuck Allah. Dat gaat niet werken, vriend. Heel Nederland gaat over je heen. Dat kan je niet zeggen, dat kan je niet maken. Dat gaat gewoon niet. Dat bestaat niet. Ja. Maar dat vind ik het verschil tussen al die twee dingen. Je weet toch? Het is respectvol. Ja. Het is heel respectvol. En mensen zijn bereid om op te staan voor die respect voor God. Ja. Begrijp je? En dat kan ik waarderen. Ja. Iemand die zijn naam ook veranderd heeft in het verleden, Cassius Clay. Die werd toen Muhammad Ali. One of the best fighters ever. Heb jij je naam ook veranderd? Want ik zag op Instagram onder een soort caption staan, Bilal. Ja, het was eigenlijk namelijk zo. Ik ging naar die moskee en die man vroeg mij, wat voor naam zou je willen hebben? Nou, de eerste vrouw wat mij heeft aangetrokken van islam, was het verhaal van Bilal. Althans, hoe het mij is uitgelegd. Het ging over een slaaf, een negroïde slaaf. Mohammed vond dat hij een hele mooie stem had, een sterke stem. En hij had hem vrijgekocht en meegenomen. En hij is de eerste die het oproep deed, zeg maar, wat je iedere keer bij de moskee hoort, zeg maar, het oproep naar het gebed. Ja. En dat vond ik zo mooi. Het paste bij mij. Ik maak muziek, similar. Ik hou van de mensen in slavery. Dat waren mijn mensen, daar maakte die pokus daarvoor. Ja. Dus voor mij voelde het gewoon zo van, ja, toch, dat is die naam dat ik wil dragen. Maar toen ik dat tegen hem zei, hij zei, wauw, dat is de eerste wat ik ervan aan gedacht had. Oh, wow. Mooi, dat gaan we doen. Dus het was een match, ja, toch? Dat vond ik mooi. Dus vanaf nu eet je dan Bilal? Of? Ja, ik weet niet hoe het werkt. Voor mij is alles nieuw. Ja. Ik weet niet hoe mensen moeten aanspreken of dat nou per se op die manier moet gebeuren. Maar als dat die manier is voor mij om te leven, dan mag je me Bilal noemen. Want Mos Def had zijn naam ook veranderd. Mm-hmm. En Yassin B, volgens mij. En... Hij ging op een gegeven moment zijn artiestennaam veranderen. Is het ook iets wat jij zou veranderen? Dat je Campy een andere invulling zou geven of zo, nu? Andere titel? Ik weet niet of ik dat zou doen. Of dat ook nodig is om te doen. Ik denk dat ik dat gescheiden hou, weet je? Ja. Het feit dat Campy is Campy. Als moslim mag je niet eens muziek maken, laten we zo zeggen. Je weet toch? Dus... Ja, want is dat zeg maar een soort strijd? Want er zijn, wat je zegt, zeg maar, zijn sommige mensen die zeggen dat een moslim geen muziek mag maken. Ik denk weer van, we hebben een talent van een hogere force gekregen. Mm. Van Allah, van God, weet je. Dus daarom vroeg ik me van, hoe sta jij daarin? Ja, ik wil gewoon mijn weg daarin vinden. Het is voor mij ook moeilijk om op alle antwoorden te weten, weet je. Maar ik wil gewoon mijn weg daarin vinden en... ik hoop dat mensen bepaalde dingen ook gewoon gescheiden kunnen houden. Het is ook belangrijk om bepaalde dingen gescheiden te houden, ook voor mijn fans. Wat zijn de dingen die ze echt, voor de duidelijkheid, wat moeten ze gescheiden houden? Nou, mijn privéleven moet je gescheiden houden van mijn muziek die ik maak. Dat is niet relevant, het is niet hetzelfde. Mm-hmm. Mijn privéleven is mijn privéleven. Geef ze een voorbeeld, want zeg maar, heel veel van je privéleven deel je op social media. Mm-hmm. Wat moeten fans echt zeg maar, onderscheiden van elkaar? Nou, kijk, ik ben een mens. Mm-hmm. Ieder mens maakt fouten. Mm-hmm. Maar mijn platencontract heb ik getekend als artiest. Niet als voorbeeldfunctie. Niet om voor jou te praten over mijn privéleven. Niet voor jou om te bepalen wat ik moet doen. Niks van die dingen. Het is gewoon muziek. Daarvoor heb ik getekend om muziek te maken. Want muziek is mijn passie. Dat maak ik gewoon graag. Mm-hmm. En die twee dingen moet je gewoon gescheiden houden. Ongeacht of ik... Wat ik ook deel op de social. Is mijn social. Is mijn recht om te delen wat ik wil delen op mijn social. Mm-hmm.
zoals ieder mens het recht heeft om te delen op zijn social wat hij wil delen. Als jij geen artiest bent, gaat niemand je aanspreken wat jij post op je social. Dat maakt geen sens. We zijn allemaal mensen. Laat me posten op mijn social wat ik wil posten. En hou bepaalde dingen gewoon gescheiden. Wat jij doet als jouw beroep staat los van hoe ik jou aanspreek of hoe ik jou zie als persoon. Ik hoef jou niet. Ik hoef jou, jouw beroep of jouw levenskeuzes niet te accepteren of te begrijpen. Mm-hmm. Net als jij en ik. Ik ken jou niet in jouw privéleven. Wat jij in je privéleven doet, Fernando, zal mijn worst wezen. Want ik ken jou niet zo. Mm-hmm. Ik ken jou gewoon als Fernando. We zijn altijd cool. Dus als iemand tegen mij zou zeggen, ja, maar Fernando doet dit en dit en dat. Dan denk ik, ja, maar wat heb ik daarmee te maken? I don't know that person like that. Hij gunt mij. Ik gun hem. Hij is een goede persoon. Wat hij in zijn privéleven doet, hoef ik niet eens te weten. I don't even care. Maar we leven in een maatschappij waar iedereen altijd maar wil bemoeien met wat iedereen doet en wat hij niet doet. Dat kan niet. Dat is niet aan de orde. Het maakt niet uit of je iets op social post. Mensen zijn respect kwijtgeraakt op het moment van social media. Mensen denken dat ze alles maar kunnen vragen. Kempje, je hebt twee vrouwen. Ga je me vragen met wie slaap jij? Met wie neuk jij? Met wie doe je dit? Dat zijn heel disrespectvolle vragen. Als jij op jouw social wil posten, jouw vriendin wil posten, ben ik de laatste die naar jouw post gaat zeggen, hoe vaak neuk je jouw vriendin in de week? Ja, ja. Maar begrijp je wel, zeg maar, dat, want je bent een van de grote rappers, zeg maar, in de industry. One of the first. Die ook, zeg maar, echt de status kreeg. Gangster rapper. Je kreeg je contact voor je contract toen je vast zat. Je kwam uit en was like, man. Heb je het gevoel dat als je bekend bent, dat je eigendom bent van het publiek? Dat ze, zeg maar, daardoor, omdat je zoveel van je leven deelt in je tracks, dat ze daardoor ook een soort claim, zeg maar, op je hebben. Want je geeft je ziel. Ja. Je geeft alles aan, aan je fans. Ik wel. Dat vind ik wel. En ik vind niet dat dat zo hoort te zijn. Ik vind dat ik altijd in alle tijden mezelf mag zijn. Daar heb ik recht op. Daar heb ik gewoon recht op, dat ik mezelf mag zijn. Heb je daar moeite mee om, zeg maar, een scheiding te maken tussen, zeg maar, Campy in zijn privéleven en Campy, zeg maar, als artist? Want als artiest in je muziek ben je die guy. Pop, snap je? Maar gewoon, ik ken je ook gewoon, gewoon los van de muziek, hoe je gewoon chill bent. En dan ben je een hele rustige, verlegen jongen. Die soms... Ik wist het is, zeg maar, de muziek die ik maak, voor alle tijden gemaakt, nu ben ik 31, ik ben wat ouder. Mm-hmm. Alle muziek die ik heb gemaakt, sta ik gewoon achter. Muziek die ik heb gemaakt, die dingen wat ik in de straat heb gedaan, heb ik op straat gedaan. Mensen die weten, weten dat. Mensen die niet weten, weten het niet. Maar het matcht bij alles wat ik doe, toch? Als ik vastzit, dit, dat, het is real. Het is niet nep, het is niet gemaakt, het is niet nagebost. Het is gewoon echt. Weet je, maar dat wil niet zeggen dat ik nu nog steeds in diezelfde mindset zit. Ja. Of als ik op dat moment gefrustreerd ben of een bepaalde pokus maak, is omdat ik op dat moment gefrustreerd ben. Omdat ik op dat moment door dat soort situaties heen ga. I'm a human being. Ik kan door allerlei fases in leven gaan. Maar dat wil niet zeggen dat dat is wie ik ben. Ja. Ik ben ook een mens. Ik heb goede kanten, ik heb slechte kanten. Dus je moet bepaalde dingen niet altijd gewoon zien zoals ze, weet je toch? Het is muziek, je weet toch? Ja. Het is muziek. En soms vertel ik gewoon hoe de wereld in elkaar zit. Soms vertel ik gewoon wat ik zie. Soms vertel ik gewoon wat ik ervaar. Hoe kan je mij kwalijk nemen op iets wat ik ervaar of wat ik zie? Ja. Ik kan me niet blamen, hoor. Ja. Dat is wat ik heb meegemaakt, dat is wat ik heb gezien. Dat is hoe ik heb gereageerd op bepaalde situaties. Als jij er anders op reageert, respecteer ik dat. Maar jij komt niet van waar ik vandaan kom. We kunnen elkaar niet vergelijken. Ik kom uit een gezin van 7 kinderen. Dat was bijna niks. We moesten overleven. Op jonge leeftijd ging ik al stoute dingen doen. Weet je, ik kwam er laatst achter, hoe ben ik crimineel geworden? Ik was al crimineel op de basisschool. Van het moment dat ik geen brood meer naar school kreeg. Ja, en mijn klasgenootje altijd zijn koekjes aan mij gaf en shit. Als hij het niet wou geven, ging ik het afpakken. Daar begin je jouw eerste criminele gedachten. Maar dan ben je al 5 of 6. Kon je mij kwalijk nemen? Nee, ik deed gewoon wat ik dacht wat op dat moment goed was. Dus dan ging ik schoolmelk stelen aan naar het einde van het... Oh, ik wou drinken, ik had honger. Dat is de rest van de jongens, maar die hadden wel brood mee naar school. Dus je kan me niet kwalijk nemen voor dingen wat ik heb gedaan. Het is gewoon een lifestyle. Of ik er trots op ben, is iets anders. Maar ik moest doen wat ik wou, wat ik moest doen op dat moment voor mij... om te kunnen leven, om te kunnen overleven of om mijn maag te vullen. Ja. Of ik dezelfde keuze als jij maak, dat is iets anders. Snap je? Dat is heel iets anders. Maar ik kan voor jou ook niet... jij kan mij ook niet garanderen dat als je in die situatie zit... dat jij misschien niet zo had gehandeld. Dat kan je niet zeggen. Ja. Want je was niet daar. Want, voor de mensen die jou nu leren kennen... want er is een nieuwe generatie die jou nu leert kennen. De oudere generatie, die kent je al van way back. Mm-hmm. Neem ons even terug in de tijd. Zeg maar, Campy als tiener. Hoe was Campy als tiener? Campy als tiener was
Ik was verdwaald. Ik had veel pijn. Ik voelde me onbegrepen. Door wie? Door de wereld. Omdat ik had geen vader in mijn leven. Ik had heel veel dingen kunnen doen in mijn leven. Ik had heel veel dingen kunnen bereiken. Ik had ook profvoetballer kunnen worden. Want ik was ook heel goed in voetballen. Mm-hmm. Maar ik werd gebracht door mijn blanke buurman. Die eist dan de pedofiel bleek te zijn. Oh shit. En ja, dan wil je niet meer voetballen. Ja. Daar gaat jouw passie al weg. Mijn vader kwam nooit bij mij kijken. Andere jongens komen daar met hun ouders. En dan kom je daar met een of andere blanke guy. Hoe ouder je wordt, op een gegeven moment voel je dat niet meer, toch? Ja. Dat zijn dingen waar ik doorheen moest gaan. Dat zijn dingen wat ik heb moeten ervaren. Ik was die jongen die elke... Ik had mijn moeder vragen, die gewoon bij de raam op mijn vader aan het wachten was. Mama, komt hij nou? Komt hij niet? Mijn andere broers waren oud genoeg. Die dacht, fuck, maar ik was aan het huilen. Elke week weer, komt hij niet? Komt hij wel of komt hij niet? En hij komt niet. Als hij dan komt, ik vroeg hem iets, zegt hij, ja, ik heb het niet. Maar als ik dan bij hem ging logeren, zag dat die andere kinderen alles hadden. Het zijn van die kleine dingen waar ik mee ben opgegroeid, wat mij gewoon veel pijn heeft gedaan. Wat mij heeft gemaakt, wat mij heeft gevormd. Waardoor ik heel veel haat had en heel veel pijn en heel veel emoties. Wat ik geen plek kon geven. Want hoe oud was je toen? Zeg maar toen je in die situatie zat, toen je dat voelde. Toen je op die plekken kwam bij je vader en zeg maar dat ervaarde. Ik was jong. Ik was heel jong. Want er was een bepaalde... Ik heb de tijden met mijn vader die ik kan herinneren. Kan ik alleen herinneren dat ik jong was. Van het moment dat ik ouder was, had ik al het gevoel dat ik daar niet meer welkom was. Zo'n gevoel had ik dan in ieder geval. Ja. Weet je, dus toen ben ik daar ook niet meer geweest. En... ik heb heel veel dingen moeten ervaren, weet je, pijnlijke shit. Waardoor met, toen mijn vader bij mij in de gevangenis op bezoek kwam, in de jeugdgevangenis, zegt hij mij, Campy, of Charlie, sorry. Ik ben gekomen, dit, dat, maar ik kom niet meer, hè. Kier. En hij was ook nooit meer gekomen. En waarom kwam hij niet meer? Ik weet niet, maar dat is wat zij ja. Mindset was, toch? Ja. En iedere keer als ik in de internaat zat, gevangenis, mijn moeder was altijd daar. Tot mijn laatste detentie, mijn moeder was altijd daar. Dus dat zijn dingen die jou vormen. Ja. En... maak je gewoon woede, maak je gewoon boos. Ja. Want ik vind dat ongeacht wat voor vader, type vader ik nu op dit moment ben, ik zal mijn kind nooit niet achterlaten in een internaat of in een gevangenis en niet voor hem gaan kijken. Ja. Dat zou ik niet doen. Maakt niet uit wat voor reden ik heb. Dat maakt geen sens. Dat zou ik niet doen. Want op een gegeven moment, ik herken het ook, want zeg maar, op een andere manier, maar mijn vader was er ook niet voor mij. En het maakt me altijd verdrietig, omdat ik denk, ging mijn moeder zeggen, waar is mijn vader? Ja, ik weet niet. En hij kwam één keer per jaar en dan weer opeens 2 jaar niet en dan weer wel. Dus dat ging met mijn hoofd gewoon fucken van... houd die keel wel van me? En dan had ik gewoon die pijn en mij ook heel veel woede. En dan moet je denken, dan ben ik de afgelopen jaren die nigger geworden waar ik haatte. Mm-hmm. Want ik ging iedere keer naar de gevangenis. Ik kon niet de vader zijn van mijn kinderen. Ik maak ruzie met die babymoeders en mijn kinderen niet. Saus. Dus dat is wat er van mij was gehoord uiteindelijk. En dan om dat te ervaren, omdat het te denken van shit. Dus die nigger die ik al die jaren haatte, ik ben gewoon die nigger geworden gewoon. Het is de meest hardste confrontatie wat je ooit kan meemaken gewoon. Waarschijnlijk als ik gewoon een normale opvoeding had gehad. Mijn andere broertje eigenlijk ging naar school, hij gaat gewoon werken. Dit en dat, omdat mijn vader zegt dat hij dat moet doen. Omdat mijn vader hem stimuleert, mijn vader hem pusht. Ik had dat niet. Had je het gevoel dat je vader minder van je hield? Dat was mijn gevoel bij mijn vader. Maar hoe ervaarde jij dat? Had je het gevoel dat... En omdat je zei van, bij je ene broertje werd gepusht, jij niet. Jij werd een beetje aan de kant gelaten, gezet. Ik had helemaal geen emoties meer. Ik was gewoon boos, fucking. Ja. Geen emoties. En laatst, we hebben nog wel contact met elkaar gehad. Ik had een hele goede band weer eventjes met hem. Tot ik weer merkte dat hij mijn andere broertjes voor zette. En dat kon ik zo niet accepteren van iemand die niet van mij daar is geweest. Dat is toch, als ik bij bepaalde dingen aan hem uit ging leggen van, hé, maar pap... Zo en zo zit iets in elkaar. Zeg, nee, maar jouw broertje is niet zo. Dan denk ik, jongen, het maakt verder niet uit. Aan de kant. Voel dat een soort flashback of zo. Ja, toch? Apart. Ja. Ik kan niet met jou. Ik doe jouw ding. Ik blijf aan mijn kant. Je was het toch al niet. Cool zo. Ja, want ik zag een soort, ik weet nog, een Instagram post. En toen had ik je gelijk erop een bericht gestuurd. Was een soort post dat je zei van, als een foto met jou en je vader. Toen zei je van, ik heb mijn hele leven naar hem gezocht. Vond ik zo'n mooie post. Ik heb mijn hele leven naar hem gezocht. Boos geweest, maar ik voel me nu goed. Dat je, je kon volgens mij op dat moment dingen uitpraten of zo. Heb je het gevoel dat het belangrijk was? En... Ik heb heel veel dingen van mijn vader aangehoord. Zijn kant van het verhaal. En ik vond dat... Ik kreeg veel medelijden met hem, weet je. Het is niet dat ik hem begreep, maar ik kreeg gewoon medelijden met hem. Ik ging huilen en dat soort dingen. En ik bleef altijd bij die standpunt. Was jouw vader, laat het gewoon los. Ik zou ook altijd geen papiek houden van jou. Laat die dingen gewoon los. Maar wanneer ik je aanspreek op iets wat niet goed is, wat mijn broertje heeft gedaan of whatever. En jij zegt tegen mij, nee, hij is niet zo. Dan raak je gewoon kwijt, man. Sorry. Ja. Dan heb je hem niet begrepen wat ik tegen jou zeg. Ja. Ja, wees me
Je wees hem op iets wat je broertje had gedaan. En dan begrijp je gewoon niet wat ik voel. Dan begrijp je niet wat je al die jaren hebt gedaan. Ja. Je hebt me in de steek gelaten. Hoe ga je me nou weer in mijn gezicht in de steek laten? Ik zeg toch wat het is. Ja. Waarom zou ik erover liegen? Ja. Keep it hard, keep it bang. Dit is je boy Fernando, a.k.a. Mr. Nando Leaks. In mijn allereerste podcast, The Legendary Campy. Mm-hmm. Bro, we hebben net gesproken over geloof. Mm-hmm. Je bent bekeerd tot de islam. Mm-hmm. Daar hebben we over gesproken. Mm-hmm. Opgroeien als de kleine Campy, zonder vader. Hoe dat je zeg maar geprikkeld heeft. Mm-hmm. En zeg maar, wat voor effect op je heeft gehad. Nu ben ik benieuwd zeg maar, naar een andere fase in je leven. Mm-hmm. Heel internet, social media stond op zijn kop. Campy leeft met twee vrouwen. Mm-hmm. En vaak horen mensen, toch, die heeft een bijvrouw. Die heeft... Nee. Je hebt een nieuwe situatie. Mm-hmm. Twee official women mm-hmm. als wifey. Laten we beginnen met het begin. Yes. Hoe is het ontstaan? Wat veel mensen niet begrijpen is, kijk, ik was op een gegeven moment altijd op social media bezig met vrouwen liken, DM'en. Het leek net bijna een... alsof ik alleen daarmee bezig was. Dus ik begreep, besefte eigenlijk, ik heb een seksverslaving, laat me het zo zeggen. Weet je toch? Dus de hele dag was ik bezig met vrouwen liken, DM'en, dit, dat. Toen ben ik ook iedereen gaan ontvolgen. Ik weet niet of dat gemerkt had. Je volgt nu maar 3 mensen of zo. Ja, ik was iedereen gaan ontvolgen. Maar op een gegeven moment dacht ik van, kijk, je bent er de hele dag mee bezig. Maar jouw fans zien dat je de hele dag mensen aan liken. Ja. Comments aan het posten ben, dit en dat en zo. Op een gegeven moment het voelde niet meer goed. Je weet toch, een beetje schaamte. Dus van, waar ben je mee bezig? Je rent er mee je pik achterna. Dat is het enige wat je doet. Je bent weer aan het focussen op... Hoeveel vrouwen ga ik deze weekend in een hotel kunnen fixen? Hoeveel vrouwen ga ik op elkaar kunnen gooien? Dat soort zijn. Dus op een gegeven moment, ik haal er geen voldoening meer uit. Omdat het zijn allemaal vrouwen met emoties. Heel veel vrouwen krijgen dan bepaalde emoties die ik niet voor hun heb. En dan krijg je heel veel rare situaties van, weet je. Haat, afgunst, et cetera, et cetera. Dus je moet eigenlijk heel voorzichtig zijn met wie je seks hebt en wie je geen seks hebt. Want voor vrouwen is dat veel dieper dan voor een man, weet je toch? Veel vrouwen zien dat als van, en geven hun lichaam aan jou en geven zich over aan jou. Wij zien het gewoon als een snelle not. Maar dat brengt heel veel problemen met zich mee. Op een gegeven moment dacht ik van, oké, hoe ga ik mijn dingen beperken? Ik zeg niet dat ik 1, 2, 3 kan stoppen met wat ik doe, maar ik wil het wel beperken. En ik dacht, laat me gewoon eerlijk met mezelf zijn. Ik zeg gewoon eerlijk tegen de eerste vrouw. Ik zeg, luister dan. Ik denk dat ik op deze manier gelukkiger word als ik 2 vrouwen heb, zodat ik niet alleen op de focus heb, de hele dag op andere vrouwen. Ik denk dat het mans eigen is vanuit de oertijd om naar andere vrouwen te kijken, hier en daar vreemd te gaan, et cetera, et cetera. Maar als je dat voor jezelf kan beperken, dan word je toch veel gelukkiger als mens. Die vrouw die om jou heen is, wordt ook gelukkiger. Die kan je meer respecteren. Die kan je meer waarderen. Dat je gewoon eerlijk bent, open over alles wat ze doet. En ik denk dat dat voor mij op dit moment de beste oplossing was om van die seksverslaving af te komen. Laat me zo zeggen, om te beginnen van die seksverslaving af te komen. En op een gegeven moment merkte ik ook dat het me heel scherp hield. Als 2 vrouwen van jou en 2 vrouwen alles voor je doen, dat betekent dat je ook terug moet geven. Dat betekent dat je ook scherp moet blijven. Je hebt te maken met 2 emoties nu. Mm-hmm. Je hebt te maken met 2 vrouwen. Vrouwen hebben heel veel emoties. Dus dat betekent dat ik moet ook sterker blijven, scherper blijven. Het houdt je scherp. Je moet meer verdienen, want je moet 2 keer alles kopen. Maar maak het jezelf niet moeilijker dan? Want zeg maar, 1 vrouw is voor heel veel mensen, heel veel mannen moeilijk te handelen. Maar zoiets van, yo, my woman is like, oh, maar je hebt zeg maar 2. Dus je hebt zeg maar 2 keer, zeg maar ook de pleasures, maar ook 2 keer, zeg maar 2 keer vrouw. Ja. Dus, maar ervaar hoe ervaar je dat zelf? Ik ben blij dat alles heel natuurlijk is gelopen. En dat die vrouwen elkaar ook mogen gewoon. Dat ze gewoon met elkaar kunnen omgaan. En dan werk je meer als een team in plaats van dat je 2 relaties hebt. Ik kan me nu voorstellen dat de meeste mensen die nu meekijken en meeluisteren denken van, oké, het klinkt als een droomwereld voor elke man. Ik bedoel, elke man denkt van, hey, I wonder how it would be, maar durft het nooit te zeggen. Mm-hmm. Neem ons mee in de situatie hoe jij dat idee in je hoofd had en dat je het verhaal brengt. Want 9 van de 10 krijgt een man of een klap van, you crazy? Nee, ik denk dat, weet je, toen ik op het moment dat ik uit de gevangenis ben gekomen, ben ik gewoon heel eerlijk geweest naar elke vrouw waar ik contact mee had. Gewoon puur voor het feit dat ik gewoon geen onzin meer wou horen. Je weet toch? Ja. Eerlijkheid duurt het langs, toch? Of je nou kan accepteren of niet kan accepteren. Als ik tegen jou zeg hoe het is, is dat hoe het is. En dat is aan jou, aan vrouw, hoe jij ermee omgaat. Toch? En dat vond ik gewoon het belangrijkste. En ik denk dat als jij gewoon eerlijk bent met jezelf en eerlijk bent met de vrouw met wie je leeft, dat je niet alles kan maken, maar verder kan komen dan als je het stiekem doet en een verschut zet, er hart breekt, et cetera, et cetera. Want uiteindelijk gaat het heel veel pijn
opleveren. Iemand gaat altijd... Eén persoon gaat altijd schade opkrijgen in een relatie die waarvan iemand vreemd gaat. Ja. Period. Maar wat geven deze twee vrouwen jou... wat al die andere vrouwen jou niet kunnen geven? Want zeg maar, je zei dat je een seksverslaving hebt. Dus dat betekent dat je de drang hebt om te veroveren. Mm-hmm. Wat geven deze twee vrouwen jou emotioneel... waardoor je denkt van... nee, nu ben ik cool. Het is eigenlijk heel simpel. Als ik praat over Mels... Mels is iemand die mij... die mij scherp houdt. Is iemand waardoor mijn leven op orde is. Als ik een idee heb, voelt zij het uit. En zorgt dat ik vlekkeloos mijn pad kan bewandelen. Geef eens een voorbeeld voor zeg maar... Ja, we zitten hier in de Center Parks. Ik had het idee, zij regelt dat. Zo werkt dat. Ja. Toch? Je ziet dat toch net. Waar zijn mijn slippers? Niet verkeerd bedoeld, no disrespect. Zij zorgt alles gewoon gelijk on point. Hier zijn ze, dit, dat. Ik hoef niet na te denken. Ja. Zij denkt voor mij, en dat scheelt een hele hoop. Ik kan gewoon artiest zijn, ik kan gewoon de man zijn die ik wil zijn... En zij houdt alles gewoon clean. Ze houdt mijn agenda bij. Zij voert eigenlijk alles uit wat er omheen, ja. Wat er omheen gebeurt. Ja? Zij voert bijna alle telefoontjes met topnotes. Het enige wat ik hoor is... Schat, vandaag moet je dit doen. Schat, morgen moet je dit doen. Je moet daar zijn. Zij zorgt dat alles is ingepakt. Dat ik alles bij heb wat ik nodig heb. Dus ik hoef alleen maar camping te zijn. Dat is het lekkerste wat er is. Ja. De andere is wat jonger. Die houdt mij jong. Houd je scherp. Ja. Weet toch, houd je scherp. En die combinatie van dat is het mooiste wat je kan hebben. Omdat allebei de vrouwen hebben oprechte liefde voor mij. Weet toch? Ja. Voor allebei de vrouwen heb ik ook oprechte liefde terug. En als ik... Hoe ik het ervaar is gewoon... die liefde wat ik van hun krijg is zoveel... dat ik soms gewoon aan het einde van de avond... Ja, God bidt en zegt, God, geef me wijsheid en kracht, inzicht, dat ik dit goed kan handelen. Want ik hou van deze vrouw houdt van mij. Ik wil niet dat het verkeerd gaat. Dat is al een mindset wat ik niet had als ik met een andere vrouw zat. Dan zou ik niet bidden naar God van zeggen, hey God, ik wil dit niet goed is, ik wil dat ik goed mee kan omgaan. Dat houdt je scherp. Op alle manieren gewoon. Dat had ik gewoon nodig. Ik had het gewoon nodig om scherp gehouden te worden. En ik ben een heel... Ik kan heel bot zijn, ik ben een heel vervelend persoon. En dan heb je nog twee vrouwen die alles voor me doen. Dat houdt je gewoon scherp, echt, dat moet je echt begrijpen. Het is niet alleen van, oh, het is een droom. Nee, het is niet een droom. Het is gewoon iets wat op dit moment bij mij past, wat me gelukkig houdt, wat me gelukkig maakt. Maar raad je ook dit aan aan mensen die onrustig zijn en die zeg maar ook last hebben van een seksverslaving? Ik raad niemand aan om mij na te doen. Ik raad iedereen aan om je hart te volgen. Dat is het belangrijkste wat je moet doen. Ja. Want is Campy nu gelukkig als mensen nu naar jou kijken en ze hebben bijvoorbeeld alle verhalen over je gelezen en alles gezien. Het gaat in de muziek lekker. Laten we dat vooropstellen van je komt van weg geweest. Gold plaques, platinum plaques. En de bars zijn nog steeds high on level. Je bent nog steeds zeg maar echt gewoon een perfectionist. De flows zijn crazy. Maar is Campy nu gelukkig? Is Campy gelukkig als artiest? Is Campy nu gelukkig als man, als vader, als husband? Ik ben gelukkig. Als de persoon die in de relatie zit met die twee vrouwen. Ik ben niet gelukkig als Campy zijnde. Omdat ik nog niet ben waar ik wil zijn. Waar wil Campy zijn? Ik wil dat alles wat ik doe... Als jij tegen mij zegt, mijn level is daar. Wil ik dat alles eromheen dat ook matcht. Financieel, de plekken waar ik kom, alles. Als mensen zeggen, ik ben legend. Dan wil ik dat alles eromheen ook legend is. Als je zegt, ik ben legend, dan weet ik dat je me boycott op een festival. Als je zegt, ik ben de best, dan weet ik dat je me behandelt als de best. Als je zegt, ik ben de greatest, dan wil ik ook levelen op die level van andere mensen die op de greatest zijn. Maar besef je dat er altijd mensen zullen zijn die jou niet waarderen, mensen die je wel waarderen? Ik heb jou heel vaak verdedigd bij heel veel mensen. Daar ben ik 100% mee eens, maar ik ben wel bereid om daarvoor te werken. Dat is het niet. Het is niet dat ik nu zeg van, oh, ik ben niet gelukkig in de plek waar ik ben. En daar laat ik het bij. Nee, ik ga er gewoon voor werken tot ik wel gelukkig ben waar ik ben. Zal ik doen? Dus dat is het niet. Maar ik wil dat alles matcht. Zal ik? Ja. Alles moet matchen. Alles moet legendary om je heen zijn. Please. En wat ik heel mooi vind, is zeg maar in al deze periodes en crazy times, is er ook nog iemand geweest die altijd stabiel bleef in je leven. Kees de Koning. Ja, zeker. Ik zag gisteren een heel mooi postje. Post iets, de vader die ik nooit heb gehad. Mm-hmm. Kun je even uitleggen wat Kees voor jou betekent? Als we artiest en persoonlijk. Wat men niet begrijpt is...
wat de band wat ik met Kees heb, is niet te evenaren, ik kan het niet uitleggen. Van het moment dat ik vast kwam te zitten, en ik was een contract bij Kees, ik hoefde Kees maar te bellen. Kees, ik word gek, emotioneel. Ik heb geen chonko, stress in de gevangenis. Die man gaat gelijk assi sturen naar mijn vrouwtje, dit, dat, laat die assi komen. Ik heb boetes, ik kom niet uit de jari, hij betaalt mijn boetes, laat me naar buiten komen. Mijn kinderen worden jarig, hij stuurt cadeaus voor mijn kinderen. Die band wat ik met hem heb, ik kom bij hem thuis voor eten. Ik hou van hem, weet je toch? Als een vader. En als je een vader hebt of een moeder hebt, heb je, die hou je van, gewoon klaar, period. Dan kan je altijd op één lijn zitten met je vader of je moeder. Er staat altijd wat struggles tussen hier en daar. Maar het is mijn vader. Hij heeft voor mij gezorgd als een vader. Hij heeft mij nooit laten vallen. Hij is altijd geweest. Period. Door alles was hij daar. De laatste tijd dat ik buiten was gekomen, is de eerste keer dat hij me op mijn flikker heeft gegeven. En dat waardeerde ik gewoon enorm. Want hij is mijn vader, hij mag dat. Weet je? Wat zei hij dan? Zeg, want hij is nooit eerder tegen je uitgevallen. Wat maakte dit? Hij had gewoon pijn. Hij was teleurgesteld. En dat begrijp ik. Mm-hmm. Ik bedoel, niemand wil, als jij een band met iemand hebt, maar je wat voor band, je wil die persoon niet zo op die manier zien. Je wil niet iedere keer wat jij voor mij doet, voor mij op moeten nemen. Je wil gewoon dat die persoon gelukkig is en dat hij verder komt in zijn leven. En als ik iedere keer in die situaties kom, natuurlijk word je daar boos van. Je bent altijd daar voor mij, financieel, mentaal, je bent daar voor mij, weet je toch? Het zijn goed recht om boos te worden. En ben je nu op een plek, zeg maar, dat je jezelf meer onder controle hebt? Ik heb mezelf niet volledig onder controle, want ik heb heel veel emoties. Ik ben een tweeling en ik ben nu 31. En ik ben 31 jaar lang gevormd door het leven. Dat kan je niet 1, 2, 3 aanpassen. Dat kan je niet 1, 2, 3 veranderen. Dus daarom zeg ik net ook. Ik ben soms heel boos, wrok persoon door alles wat ik heb meegemaakt. Daarom is het een blessing dat ik twee vrouwen heb die nog steeds van me houden. En nog steeds elke dag motiverend zijn om mij naar een ander level te tillen. Dat houdt je scherp. Maar zoek je ook hulp, zeg maar, voor je dingen? Ik ga nog steeds naar een psycholoog. Mm-hmm. En soms als ik bijvoorbeeld niet eens de behoefte heb om dat te doen, dan is Mel de eerste die zegt, nee, je moet het gewoon doen. Ja. Ga gewoon, dat is goed voor je. Weet je? Voel je dat het praten helpt? Want voor heel veel mensen, ja, nu... Het helpt zeker. Okay. Het helpt zeker. Ik had het eerst niet verwacht. In eerste instantie dacht ik van, ja, wat ga ik hier nou doen? Ga ik met een wildvreemde praten over mijn problemen en zo? Daar heb ik helemaal geen zin in. Maar het helpt je wel, want je kan wel je ei kwijt. Ja. En ik denk dat de psycholoog je nooit gaat judgen. Hij gaat gewoon naar je luisteren. Hij gaat je misschien een feedback geven, maar hij gaat je nooit judgen. Hij gaat gewoon naar je luisteren. Maar geeft die psycholoog je ook bepaalde hulpmiddelen of handvaten waarmee je beter kan... Nou, we zijn nu nog in de beginfase, toch? Van communiceren. Hij vraagt me, wie ben ik? Waar kom ik vandaan? En vanuit daaruit ga je bouwen, toch? Het is eerst kennismaking, toch? Ja. En we weten wie je bent. En we weten waar je doorheen gaat. En we weten wat je voelt. Wat is je achtergrond. En vanuit daaruit kan je kijken van, oké, dit is jouw problematiek. En dan gaan we daaraan werken. En dan ga je daar stap voor stap. En dan ga je dat een plek geven. Dus ik ben nu in de beginfase, maar het bevalt me. Ja. Wat ik ook heel tof en interessant vind, is dat je op een gegeven moment op social media aangaf dat je met Ronnie Flex ook een album wil opnemen. Je bent nu met je derde album bezig. Uh-huh. Maar je geeft nu al aan dat je vierde album gaat bestaan uit tracks met Ronnie, Ems en Frenna. Waarom zei je dat? Nee, ik wil met Ronnie werken omdat ik vond Ronnie altijd laat. Dat weet iedereen. Weet toch, ik ben altijd een Flex-artiest. Weet je, dat we eerder met elkaar blijven op het moment dat hij in de game was gekomen met die Yellow Claws en dat soort shit. Hij deed het. Klaar, hij nailed het. Snap je? En dat wil niet zeggen dat je hem als persoon tof moet vinden of zijn pokers tof moet vinden. Je moet gewoon luisteren. Je hoort toch iets goed is of niet goed is, toch? Ja. En hij deed het. Klaar, period. De laatste keer dat ik bij hem was staan, toen hij even eruit was en stopte met blowen en dat soort dingen, heb ik het kunnen zien met mijn eigen ogen hoe die man werkt. Het is similar aan Campy. Hij heeft het gewoon. Hij snapt het. Dus toen ik dat zag en ervaren, dacht ik, shit, wat zou zijn als ik met hem zou werken? Dan ga ik naar een ander level. Want zijn musicaliteit is een ander soort musicaliteit wat ik heb. Maar het is wel de sound van nu. En hoe zou het klinken als ik de sound van nu, mezelf op de sound van nu zou zetten, maar toch mezelf zou zijn? Ja. Ik denk dat het een fucking mega combinatie kan zijn, weet je toch? Die man denkt ver. En het was niet van, ik wou gewoon dat Ronnie alles produceert. Elke beat, als hij openstaat voor een fusie, mag hij ook erop. En waarom ik Frenna en Ems opnoem, dat zijn de Engelse artiesten voor mijn gevoel, waar ik echt sowieso heel graag mee wil werken, omdat ik ze gewoon heel tof vind. Heel muzikaal. Ja. En ik wil niet met ze werken om de hits die ze maken. Ik wil met ze werken en ze in mijn straatje brengen. Ik wil pokus met ze maken over het leven. En dan met die muzikaliteit van Frenna. En dan met de muzikaliteit van
en M's. Ja. Ik denk als je dan iets creëert wat de jeugd op dit moment niet heeft, wat de jeugd nog niet begrijpt, is dezelfde sound met de message. In plaats van dat we gaan hebben over shisha of over wat is de code van je wifi. Troep, maakt geen sens, geen inhoud. Het is leuk voor dat moment. Maar je hebt zelf ook zo'n liedje gemaakt. Tuurlijk, dat zeg ik toch. Dat zijn eigen pokoes, daar noem ik het ook op. Ja. Dat zijn pokoes die tof zijn voor het moment. Ja. Maar het zijn geen classics. Je wil classics, man. Natuurlijk, dat is wat ik ben, toch? Shit moet classic zijn, shit moet legendary zijn. Noem eens even 3 legendary campy tracks die jij voelt. Ik bedoel, als je het aan fans vraagt, hebben ze allemaal een eigen mening. Maar wat zijn 3 tracks die sowieso in de geschiedenisboeken worden van campy? Je hebt natuurlijk heel veel tracks gemaakt, maar 3 tracks die echt voor jou heel belangrijk zijn en die definiëren wie jij bent. Moeilijk, die vraag krijg ik heel vaak, maar als je 10 tapes hebt gemaakt en 100 losse tracks van 1000 features, ga je dat niet 1, 2, 3 kunnen opnoemen. Mm-hmm. Maar de laatste tijd, dus de nieuwe vriendin die ik heb, die begint zich nu te verdiepen in Campy. Wist niet eigenlijk wie Campy was. Je weet het allemaal zo zeggen. Dus die begint zich te verdiepen in bepaalde pokus. En dan gaan we terug luisteren naar de Peter Panboy EP. Je weet toch? En dan hoor ik daar Dolores maar nikken. Dan denk ik, shit, Campy, dat is ridiculous. Dat is fucking ridiculous. Dat moet iedereen horen. Gewoon wat je daar hebt neergezet is tijdloos. Dat is wat je nog steeds tot dag van dag voelt. Dat is wat ik nog steeds voel. Hoe ik in het leven sta. Zo voel ik mezelf. Dat is wat ik ben. Dat is wat ik hoe. Dat is ik. De loop maar nikker. Begrijp je wat ik bedoel? Met niet of het nou. Of ik nou christen was of islam. Maakt in principe voor mij niet uit. De loop maar nikker. Dat is hoe ik mij voel. Je weet toch? Ja. God heeft mij altijd geblest met mijn talent. Heeft mij nooit laten vallen. Het is een case. Zo ervaar ik God. Je weet toch, iedere keer als je wat zegt, Campy, je gaat 10 keer naar jail en je komt terug, je doet het weer. Dat is niet ik, dat is zolang God in mij gelooft en zolang ik mijn passie heb. Die combinatie, loop maar nigga, we gonna kill it. Je weet toch, ja. Niet wat je over mij zegt. Dus dat is een pokoe dat heel dicht bij mij ligt. En voor de rest kan ik je 1, 2, 3 nu opnoemen. Omdat de rest, ja, is gewoon classic. Kutsysteem is classic. Ja. Soul Stress is classic. Hier Ver Vandaan is classic. Je weet toch, zijn allerlei classics. Maar om te zeggen, wat is nu, weet toch, wat is moeilijk. Dan moet ik echt helemaal toch catalogus terug. Ja, ja. En zeggen, ja. Want soms luister ik ook naar mezelf en wauw, Campy, Chardé, hoe ging je dat verzinnen? Je weet toch? Dus nee, dan moet ik echt mijn catalogus erbij halen en voor jou om te zeggen van oké, misschien moeten we dat een keertje doen. Gaan we de classics even naast. Ja man, sowieso de Campy classics. Sowieso. Uitleggen wat die lyrics voor mij betekenen. Ja man. Uitleggen van oké, dit is wat ik dacht, dit is wat ik voelde, dit is wat dit betekent. Want veel mensen begrijpen de lyrics niet. De lyrics zijn, weet je toch, als ik iets schrijf op een album forever, komt uit mijn hart. Je weet toch, het was een moment uit mijn hart. Ik geef jullie mijn ziel. Ik geef mijn leven bloot op die pokus. Net als wat Winnen zegt, geef mijn leven bloot op geluidsdragers. Ja. En als ik dat kan uitleggen aan jullie, dan ga je begrijpen dat die pokus naar een ander level gaat. Maar sommige mensen luisteren naar pokus gewoon zo plain, toch? De eerste tune die mij pakte van jou, die ik hoorde, was Zoveel Stress. Ik weet dat ik hem hoorde. Ik ripte hem gelijk. Ik heb hem gelijk op de radio gedraaid. Toen dacht ik, deze kill kan ze pijn in zijn woorden gewoon uitdrukken. Ik voelde me alsof ik met jou vast zat. Dat is zo beeldend, man. Voor veel mensen is dat ook, zeg maar, die trademark campy is over stress. Maar mensen begrepen niet wat dat voor mij betekende. Dat was echt een uitlaatklep. Ik was er helemaal scheidziek van. Dus hoe voelde ik me ook van shit, man. Ik wil dit helemaal niet meer. Dit is niet die Libië, man. Ik wil gewoon poko maken. Ik wil gewoon beroemd zijn. The fuck is dit? Ja. Dacht, drugs te pushen, gevangenis in en uit. Dat is echt niet die Libië. Het was gewoon een fucking uitlaatklep. Een kreet. Weet je toch? Ik wou niet meer. Weet je toch? Het is niet wat ik ben, het is niet wat ik wil zijn. God heeft me gezegd, mijn talent. Maar op een of andere manier kom ik steeds weer in troep terecht. Maar het wil niet zeggen dat ik die persoon is wat ik ben. Ja. Of dat is wat ik wil zijn. En toen werd je succesvol. En daar moest je ook mee struggelen. Dat was ook niet even makkelijk. Dat was de hardste wat er is. Ja. Want ik kreeg gelijk een stempel als crimineel, et cetera. Op een gegeven moment ging ik gewoon bijna geloven dat ik die nigger was. Gewoon. Ja. Terwijl ik wist dat ik gewoon eigenlijk gewoon een jongen was met heel veel emoties en heel veel pijn en verdriet. Dan ga je hoort je koppen, hoort je rebels. En dan doe je rare dingen. Ja. Je hebt geen vaderfiguur, je enigste rolmodellen zijn criminelen. Dus ja, je weet toch, ik was gewoon verdwaald, laat me zo zeggen. Weet je. En de mensen hadden gelijk een plaatje op mij neergezet. Het was moeilijk om mee om te gaan, weet je. Ja. We moeten sowieso de volgende keer weer een tweede soort real talk Nando Leaks campy sessie doen. Time of the day, broer. Sowieso. Welkom, weet je toch. Sowieso lof voor jou, man. En binnenkort die single met Anouk. Oeh. Kun je even nog even vertellen, kort... Waarom Anouk en hoe was die samenwerking? Ik wil iets vertellen over die track wat veel mensen niet begrijpen. Kijk, die track. Ik wil altijd al een poko met Anouk maken, maar ik wist nooit niet wat ik met haar zou moeten maken. Ja. Snap je? Ik vond haar gewoon de meest geniale artiest die er is in Nederland. Die stemkleur,
Jeruzalem, dat is wat ze niet weten wat ik bedoel. Dat is een ander level. Ja. Ik wist nooit meer wat we samen moesten doen. Dus toen zij mij dat nummer stuurde, wat we samen gaan uitbrengen. Het eerste wat in mij over, ik moest gewoon huilen. Gewoon huilen, omdat dat moment ging ik daar gewoon doorheen. Met die meid waar ik laatst voor vast zat. Dus het voelde het zo erg, het kwam op mij. Dus ik was zo emotioneel van die track. Dus, ik kan het niet beschrijven. Je weet toch, alsof het bij mij hoorde. Vervolgens had ik die track opgenomen. Ik had mijn hart gelegen op die track. En daarna kwam ik vast te zitten voor die meid. En toen ging pas voor mensen het kwartje vallen van, oh shit, daar gaat deze pokken over. Ik zei, wauw. Dus het nummer gaat over je ex. Snap je? Dus daar gaat het nummer over. En vanaf dat moment zei Anouk in eerste instantie, hey, luister dan, niemand een of het ander. Ik wou met Poco met Campy een pokken maken. Gewoon uit love voor Poco. Maar nu heb ik het gevoel dat ik meewerk aan een pokoe. Je weet toch, waar hij zijn hart zodanig leegt, dat het soort van alsof ze een partij kiest. Je weet wat ik bedoel, toch? Ja. Omdat het, dan werd het gewoon die pokoe. Als je dat, die pokoe dan hoort, dan ga je beseffen wat het inhoudt. Het was afstand nemen van die pokoe. Ze van, hey, ik wil graag mijn pokoe met Campy maken, maar deze gaat hem niet worden. Ja. Dat we wat anders maken. Ik dacht, kut. Ik dacht, echt kut. Waarom? Ik heb mijn hart gelegen op die shit. Dat is niet zo. Ja. Dat was echt fucked up, omdat toen ik dat hoorde, was een klap in mijn gezicht. Teleurgesteld. Ja, ik was steeds zo pijn, maar ik wou niet tegen Kees zeggen. Jeetje toch, want ik was zo blij dat het van het gefixt. Maar het deed echt pijn. En vervolgens had Farid van Topnotch, shout out naar Farid, I love you for that one. Hij ging Anouk Kari en zeggen van, hey, ik luister deze pokken drie, vier keer per dag. This shit's fucked up, je moet er iets mee doen. Ja. Vervolgens, weet je, had Kees er nog een keer benaderd van, hey, wat gaan we doen? Weet je, anders niet een campje geven of laten we iets ermee doen, want het is wel een tune. Zeg het je zeker? Ja, ik vind het wel een tune, Kiki. En nu gaat het gebeuren, man. Dus, pff, oh, wow. I'm happy, man. Ze hebben met haar gesproken en nu is ze zo van... Hun onderling hadden gesproken. Ja. Ik had er niks mee te maken. Ik was bij de laatste show van Paradiso, ja, van mijn tour. Kees was daar backstage. Hij zegt, Kempi, we gaan die clip doen van Anouk. Het was gewoon het mooiste einde van het jaar, wat ik kon voorstellen. Wauw. Dus, heb je daarna nog gesproken van thank you en of... Nee, we hebben elkaar niet meer gesproken, want ze was toen heel druk. Ja. En we zouden eigenlijk na een maand zouden weer de studio ingaan. Daar is niet meer van gekomen. Maar ik zie de volgende week, want we gaan die clip schieten. Dus oh, dope. Je weet wat het is, man. En hoe heet die track die we moeten checken? No Love. No Love. Ja, man. No Love. Dope. En het is heel mooi, omdat... Zeg maar, hoe zij op die track kwam... Ik had het gevoel alsof mijn ex tegen mij praatte. Daarom raakte die pokoe mij zo, je weet het. Ja. En toen wou ik antwoord geven op die track, toch. Dus nu zijn we samen... op die track gekomen. Ik wil bars horen, man. Heb je nog iets hier? Nee, ik ben benieuwd. Ik mocht niet eens iets online gooien van... Top. Oh, shit. Wat online gooit, ik werd gelijk gebeld van Kim. Even normaal. Hey, ik was gelijk op mijn vingers getikt. Ja. Ik kan het niet meer doen. Oké. Okay. Dus vandaar toch kan ik niks loslaten. Het is Anouk, weet je toch? Is de greatest. Ja, man. Dus dan moet je aanpassen, weet je. Ja, man. Hey, dope. Ja, toch allemaal bow down van Anouk. Dus als dope. Anouk zegt, nee, gaan we niet doen, dan gaan we het niet doen. It's dus, a beautiful thing, man. Ja, toch, 100. I'm keeping my ear to the streets, zoals altijd. Nando Leaks, weet zelf. It's a blessing. En ik vind het dope om je te spreken. Ja, maar God zeker. En ik wens je al het beste. En ik vind het dope hoe je gewoon jezelf elke keer aan het verbeteren bent. Thank keep you. Up the good one. Proud of you, man. Thank you, man. Keep him hits coming, I keep spinning them. Ah, man. Ja, toch? Ja, toch? Altijd, man. Love. Campy, je weet zelf. Nando Leaks. Hey, what's up everybody? This is J Balvin and all the music, exclusive music, all the hottest thing right now, lo tiene Nando Leaks, okay? That's my boy right there, so go support him. He got the la mejor música always, la mejor energía. Like J Balvin, man.